In de aflevering is te zien dat Kai enorm geprikkeld is. Zo laat hij een zware houten balk op zijn teen vallen en raakt hij opnieuw enorm gefrustreerd. De presentator vloekt in alle talen en reageert zelfs zijn emoties af op de staf van Special Forces. Wanneer een van hen Kai vervolgens apart roept en naar een aparte ruimte begeleidt, komt hij voor een verrassing te staan. Zijn vriendin Jessie heeft namelijk een videoboodschap voor hem ingesproken. Het moment dat Kai haar stem hoort, barst hij in tranen uit. Schatje, ik hou zoveel van je en ik ben zo ongelooflijk trots op jou, begint Jessie. Ze vervolgt haar liefdesverklaring, al kom ik je halen. Ik ga voor jou door het vuur. We gaan kindjes maken en van alles nog samen beleven. Terwijl Kai luistert naar de woorden van zijn vriendin rollen de tranen over zijn wangen. Je bent zo'n mooi mens. Ik hou de wereld van je. Ik hou zoveel van je Kai, het is echt niet normaal, voegt ze toe. Jessie probeert hem nog wat moed in te spreken voordat ze haar videoboodschap afsluit, voordat je het weet is het over Special Forces VIPs, Red. Echt, je mind is zo sterk. Dit wordt de ervaring van jouw leven en je gaat het overleven. Dan kom je weer terug naar het paradijs. Ik hou van je voor altijd schatje. Kai blijft sprakeloos, maar in tranen achter.